Loki is eindelijk terug. In het vorige seizoen zagen we hoe Loki na zijn confrontatie met He Who Remains, eigenlijk een variant van Kang the Conqueror uit Ant-Man and the Wasp Quantumania, door Sylvie terug naar de TVA werd geteleporteerd. Daar zag Loki een standbeeld van Jonathan Mayer's personage in de TVA en besefte hij dat al zijn inspanningen om de tijdlijn te redden voor niets waren geweest. Wat een cliffhanger was dat. En nu hebben wij de eerste 4 afleveringen van Loki seizoen 2 alvast mogen bekijken. Dit is onze recensie en maak je geen zorgen, er zijn geen spoilers. Blijf zeker tot het einde om te zien hoeveel sterren dit seizoen van Loki verdient. Voordat we dieper ingaan op Loki zelf, is het belangrijk om de situatie bij Marvel Studios te bespreken. De afgelopen jaren hebben fans het gevoel dat hun favoriete franchise niet meer dezelfde kwaliteit heeft als voor Avengers Endgame, dat een eerdere fase van het Marvel Cinematic Universe afsloot. Daarna namen personages als Spider-Man, Miss Marvel, She-Hulk en Shang-Chi het stokje over, maar eerlijk gezegd verliep de overgang niet altijd even soepel. Met uitzondering van Black Panther, Wakanda Forever en Guardians of the Galaxy Volume 3 waren de recente Marvel films niet allemaal even sterk ontvangen. Dus de grote vraag die zowel jij als veel fans waarschijnlijk hebben is, kan Loki seizoen 2 opnieuw de magie van Marvel terugbrengen? Gelukkig is het antwoord een duidelijke ja. Met dit nieuwe hoofdstuk lijkt de MCU weer op het goede spoor te komen, maar dat betekent niet dat er geen kritiek is. De eerste 2 afleveringen van Loki seizoen 2 sluiten direct aan op het einde van het vorige seizoen, waardoor het lijkt alsof dit nieuwe verhaal pas echt begint aan het einde van aflevering 2. Het voelt alsof het begin van dit seizoen eigenlijk het einde van het vorige seizoen had moeten zijn. En het nieuwe conflict wordt pas aan het begin van aflevering 3 geïntroduceerd. Hierdoor voelt de structuur van Loki seizoen 2 een beetje chaotisch. Vooral omdat de eerste 2 afleveringen al 1/3 van het seizoen beslaan. Het lijkt verspeelde tijd dat deze verhaallijnen niet eerder waren afgerond in het vorige seizoen. Natuurlijk zijn de gebeurtenissen in aflevering 1 en 2 wel belangrijk voor aflevering 3 en 4, maar om het echt naadloos te laten overlopen, hadden Renslayer en Miss Minutes eerder als een dreigend duo kunnen worden gepresenteerd. Maar dat terzijde, laten we eens kijken naar het optreden van Jonathan Mayers, die de rol van de grote vijand in dit nieuwe verhaal speelt. Zijn rol blijkt groter dan verwacht, en het is geweldig om te zien hoe Marvel hem meer ruimte geeft buiten de films, waardoor het geheel als één coherente wereld blijft aanvoelen. In Ant-Man and the Wasp Quantumania probeerde Kang the Conqueror te ontsnappen uit de Quantum Realm om de invasie van zijn varianten te stoppen. Loki en Sylvie hadden in seizoen 1 per ongeluk deze invasie in gang gezet, maar deze verhaallijn ontvouwt zich traag en subtiel. Wat ze bedoelen met een ontelbaar aantal Kangs is dat er nu duizenden tijdlijnen zijn met allemaal een andere variant van Kang. Dat wordt pas duidelijk wanneer we worden voorgesteld aan variant Victor Timely, die voor de nodige opschudding zorgt bij onze hoofdpersonages. Zonder te veel van het verhaal prijs te geven, zorgt de dynamiek tussen Loki, Sylvie en Mobius opnieuw voor humor en conflict. Bovendien is de grotere rol van Miss Minutes en Renslayer een welkome toevoeging. Vanaf aflevering 3 neemt het verhaal een sneltrein vaart en zijn er boeiende bijverhalen die worden versterkt door de uitstekende en originele muziek van Natalie Holt, die met haar bijdrage aan Loki zeker tot de topcomponisten behoort. Tom Hiddleston heeft opnieuw een veelzijdige rol en zijn personage blijft zich ontwikkelen. Hoewel Loki seizoen 1 aanvankelijk bekritiseerd werd omdat Loki niet echt een vijand meer is, moeten we nu accepteren dat hij meer een anti-held is geworden. Zowel wij als de rest van de wereldwijde pers hebben nog geen toegang gehad tot aflevering 5 en 6, wat suggereert dat er na een explosieve seizoensopening nog meer onthullingen en verrassingen op ons wachten. Voorlopig geven we Loki seizoen 2 een sterke beoordeling van 3,5 ster, maar als de laatste 2 afleveringen de rare structuur van aflevering 1 en 2 kunnen rechtzetten, zou onze beoordeling zeker omhoog kunnen schieten. Kijk jij uit naar Loki seizoen 2? Blijf hier op de hoogte van de nieuwste trailers en bekijk ook onze recensie van The Creator. Tot de volgende video.